Goedemorgen iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Ik ben op kantoor en vandaag shooten we een nieuwe collectie samen met Femke. Een van onze twee modelletjes. Lamp al aanzetten. En normaal gaat het wel vlot, denk ik. We hebben een 17 stuks. Dus ça va. En deze morgen ook al langs de bakker geweest. Het is nu 9:30. Voor lekkere koekjes. Oké, ik ben terug van kantoor. Ondertussen even bij mijn ouders. Hier is niemand, want die zijn op vakantie. En allez, mijn zus is hier wel, zo, maar. Maar mijn zus is ook momenteel even. Ik weet wel het niet. Maar die ging met Lucas haar lief iets doen. Maar ik heb even mijn cadeautjes gelegd: een bon van Zalando. En. De senior print van Frida Kahlo. En nog een jogging. Dus ja, oei. Ik zie dat dat licht hier nog aan is. Hè. Ik zal dat hier eens uit doen. En dan ga ik. Goed, ik ga hier weer aan uit. Hier, rechts. Hier. Ja, voilà. En dan ga ik nu nog even langs Arlette. Want ik moet nog pakjes binnen doen. En dan. Daarna ga ik thuis werken. Het is nu, hoe laat is het? Valt nog mee. Zo, het is 10:50. Dus dat is eigenlijk nog wel vroeg. Het is nog geen middag. En dan voor de middag ga ik soep maken, denk ik. Want ik heb van HelloFresh, zag ik net thuis, een pak aangekregen. En dan ga ik soep maken. Maar ik dacht, ik ga eerst die cadeautjes even brengen. Maar ja, oké, ze is er niet. Maar dat is niet erg, want we gaan toch in Italië eigenlijk verder vieren. Dus dan gaan we daar vieren. Dus het is niet zo erg dat ik die vandaag niet zie. Maar oké, oh, mijn gsm. Niet vergeten. Oscar! Hey! De knuffelbeer. Alles goed, vriendje? Huh? Ja. Cutie pie. Oeh, dag vriend. Dag vriend. Tada. Kijk wie hier is. Makketje. Hey. Dag makkie. Oei, waar gaat je naartoe? Oké, doei. Hey, oei, amai, dat is diep. Oh, hij gaat lopen van mij. Oké, ciao kusmakka. Oké, ik ben terug thuis. Ik heb nog snel twee boekjes gehaald voor op vakantie. The Feeling. Er zit zo'n tasje bij. Misschien wel handig voor mijn make-up in te doen voor op vakantie. En dan de flair ben ik nog gaan halen. We zijn ondertussen echt wel een paar uren verder. Ik heb... gewerkt en net snel een heel kort tutje gedaan. Want ik voel me zo moe. Amai. Echt zo moe ineens. Ik val hier bijna. Maar het is ondertussen 4:20. En iets wat ik jullie nog niet heb gezegd, maar ik ga mijn nagels terug laten doen. Ik heb die vorige keer al laten doen. Ze zijn wel best wat uitgegroeid, maar mijn nagels groeien echt super snel. Ik ga hier in de buurt. Dat is heel gemakkelijk gewoon voor mij. Omdat ik niet ver moet gaan. En dat zo snel tussendoor altijd kan doen. Dus dat is wel fijn. Maar dat ga ik nu doen. Want aangezien we op vakantie vertrekken, zijn ze aan vernieuwing toe.
Jawel, ik vond ze echt super mooi. Maar ja, natuurlijk nu zijn ze echt wel, je ziet het echt heel goed uitgegroeid. Maar dat zal ook wel komen met zwanger zijn. Plus mijn nagels groeien sowieso snel. Mijn nagels niet, maar mijn nagels altijd wel. Dus kauwgom nemen. En dan ga ik vertrekken. Misschien wel een jasje aan. En dan ga ik mijn nagels laten doen. Oké, ik ben terug van de nagels. Super mooi. Ik vind het ook goed dat ja, ik heb kromme vingers, I know. Maar goed dat mijn nagels terug wat langer zijn trouwens. Ik vind het echt heel mooi. Echt super leuk. En niet gesponsord of zo, maar ik weet dat er wat mensen dat gaan vragen. En hier ga ik voor mijn nagels. En Francesca doet daar mijn nagels. Allee, ja, zij is de enige die daar zit. Maar echt, ja, ze doet dat echt heel goed. Ook een hele lieve. Dus, very happy, hè. Met mijn nieuwe set nagels. Ik kies trouwens voor een gel, denk ik. Dat ik heb echt hard gel, noemt dat zo. Maar het zijn wel mijn eigen nagels en mijn eigen lengte. Ondertussen is het 8:30 al. Ik ben naar Claudio geweest bij Effect Genesis. En ik heb eten gemaakt nu. Niels is even boven nog. En dan gaan we eten. Ik had HelloFresh nog voor deze week. En ik heb Bukuluku burgers gemaakt. Dus het ziet er lekker uit. Dit is het. Het ziet er wel goed uit, vind ik. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het lekker is. Ik heb wel mijn ei langs twee kanten gebakken. Want ik mag niet zo'n loop-ei als Niels. Maar het zal wel goed zijn. Ondertussen 10 voor 11 s'avonds. Niels is te gaan douchen. Ik ga ook naar boven mij klaarmaken. En dan gaan we slapen. Dus ik ga de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Zeker thumbs up. Vergeet niet om een leuke comment na te laten. En dan zien we jullie snel weer. Doei!